Goedemorgen, deze goede morgen. Het is vandaag woensdag 17 oktober. Het is nu 9:40 de tijd. Ja, lekker. Ja, om 10:00 krijg ik lekker bezoek. Nog 20 minuutjes wachten. Ik ben even mijn begeleidster Christa. En hij gaat zo meteen met mijn meiden naar zijn huis. Want dan komt zijn mama op bezoek. Gezellig. En ik probeer eventjes met Christa eventjes wat dingen weg te knallen naar afval loont. Dus we zouden zeggen, heel veel kijkplezier gewenst weer vandaag. Yeah. Tot vanmiddag. Goedemorgen, lieve buikwand. Correctie, dagboek, buikwand correctie. Ik vind het even helemaal prima. Ja. Yeah. Gisteravond, gistermiddag, ik was zo moe dat ik had al 3 à 4 nachten gewoon heel slecht geslapen. Gewoon zo wat eigenlijk niet. Nee. Ik heb het gewoon 5 uur zien worden en dan gaat je wekker gewoon weer om 8 uur. Nou, dat is gewoon niet te doen meer. Dus gisteren heb ik eventjes één tabletje van Oxazepam van 10 milligram ingenomen. Gisteren was ik ook heel duf. Kan je hem navragen? Hij vond het bizar leuk. Heel bizar. Waarom? Nou, zo ben ik 's ochtends meestal, zoals jij met het tabletje bent. Maar van, wat, hoe, Ja. Dan kan je erg lange verhalen houden, maar ik snap er toch niks van. Dus ik een kort verhaal tegen jou en toen snap je het al niet. Ik denk, oké. Dat is ja, grappig. Ja, maar dat is gewoon een drugs wat je gewoon inneemt. Ja, en dat heb ik gewoon nodig. En om vooral een beetje rust te creëren in mijn hoofd. Want alle informatie die ik gewoon binnenkreeg, het was gewoon te veel. Een lepeltje tegen een kopje, er was gewoon te veel in mijn hoofd. Mijn hoofd die ontplofte gewoon zo eigenlijk uit elkaar. En dat is gewoon niet meer goed. Toen ik zei, ik neem hem gewoon in. En dat moet wel eventjes tegen de artsen vandaag gezegd worden. Ook altijd handig, want stel ik moet vrijdag bloed prikken. Het kan nog een klein spoor erin zitten. Dus het is wel weer handig. Ja, altijd handig. Dus ja, dat wou ik jullie nog even mededelen. Maar dat is, ik probeer ook een klein stukje van gisteren daarvan een beetje. Dat jullie mij een beetje donker zien, om het zo maar te zeggen, gestoond. Een beetje in het dagboek te verwerken. Ja, dat probeer ik ook nog even. Ja, wat zijn we nou doen? Aan het vreubelen. Deze hebben we al gedaan. Zakjes erin. Ja, joh. Vliegjes vangen, ook leuk. Heb ik daar nou confetti in gedaan? Ja. Oké. Ja. En als ik straks huisjes tekort heb, dan... Ik wou net zeggen, dan weet jij ze te vinden, ja. Alsjeblieft, dat is weer 1. Ik vul de zakjes dus met confetti. Ja. Ik doe de hartjes in. Jij doet de hartjes in het zakje. Verschillende soorten. En dan doe ik het zakje dicht. Hartstikke idee. En ik stop ze in het huisje. En de rest, dat is een lekkere verrassing. Ja. Ik moet zo meteen weer huisjes hebben. Want ik heb hier nog maar 4. En ik moet ook even geduld hebben. Want ik weet niet hoeveel ik daar nog heb. Daar moet je ook even rekening mee houden. Ik heb nog niet alles, hè. Even later aan de pas. En als het klaar is? Ja, ho. Niet nu. Dat zei ik al. Als het klaar is en dat is een verrassing. Okay. Soms even opletten wat ik zeg. Mop. Mm-hmm.
Ja, maar doe je niet. Oh, mijn vrouw is gepikeerd. Ik haalde hem juist die... Nee, ik deed dus deze tegen die glas aan. Jij haalt hem in één keer weg. Nee, lekker makkelijk jij. Nee, jij moet soms even leren om niet gewoon continu te gaan opruimen. Om overal mee te gaan lopen. Hier ook, een grote alsjeblieft. In je mond stoppen jij. Ik ook een grote, lekker. En nu ga ik gaan bijten. Je moet gaan leren zuigen. Deze twee zijn ook al klaar, die kan die kant op. En anders wat je doet, dat is deze klas even met de confetti die kant op. Deze is dus nog een verrassing voor de mensen. Dat is helemaal een verrassing voor en voor pas op en op de bruiloft. Dat hoeven ze niet en niet te zien. Ze mogen al lang al blij zijn dat ze dit al zien. Ja, je krijgt hem zo van mij. Alsjeblieft. Ja. Ik vul ze gewoon eventjes allemaal met confetti. Mag jij ze weer dicht doen? Mag ik nog een beetje confetti voor jou? Tuurlijk. Juist, goed zo. Dus elke zak die wij dus gebruiken op deze manier, ja? Weer en weer wat geleerd? Oh, ja, top. Weer wat geleerd vandaag, schat. Zo leer je weer wat bij, hè? Handig. Want? Dingen bijleren. Vertel, waarom is dat handig? Dat weet je nog wel. Is dat zo? Ja. Maar waarom is het handig als je elke dag wat bijleert dan? Dan helpt dat je geheugen te trainen. Oké. Okay. Je kan iedere dag hetzelfde bijleren, maar dat vind ik natuurlijk niet op. Niet? Nee. Nou, dat is nou weer jammer. Precies. Volgens mij. Ja, klopt. Beetje schudden voor gebruik. Hè? Scheelt weer. Ja, echt hè? Zo, op dit moment even de laatste die ik film. Met confetti. Joepie. Een zakje kippen? Ja. Hmm. Ja. Jammer. Ik dacht altijd dat jij zo goed kon rekenen. Rekenen wel, tellen niet. Niet? Nee. Nou. Scheelt weer. Of, huh? Of was het wel genoeg? Jawel dan. Nou, dan kun je wel heel goed tellen.
Schat weer. Dan ben ik goed. Leeg? Ja. Zo. Ja, beste buikwandcorrectie, dagboek, dagboek, buikwandcorrectie. Ja, ik heb net telefoon gehad van het ziekenhuis. Ja. Ik moet mij vrijdag 19 oktober melden op de eerste etage in Oranje. Maar ho, halt, ik ga er weer te snel. Hun ook, ja. 7 uur. Mag ik eerst bloed prikken? Cito. Spoedje. Oeh, spoedje. Daarna mag ik door naar de eerste etage. Naar de opnames. Joehoe. Sluk, hè? Ben ik in de tent? Ah, help! Nee hoor. En daarna, ik mag donderdagavond nog eten, tot 1 uur nog eigenlijk. Tot 5 uur mag ik nog helder drinken. Dus geen vruchtensappen en geen melkproducten. Dus ook geen yoghi drink of wat dan ook, want dat is ook een melkproduct. Ja, ook geen aarde. Nee, ook geen aarde. Helemaal niks. Nek. Nee. Welk kokosmelk? Nee, ook niet. Dat is ook een melkproduct. Kokosmelk, dat ging. Dat is ook een melkproduct. Kokosmelk, melk van de kokosnoot. Hoe wil je een kokosnoot melken? Ja, nou. Er zitten geen uien. Ik drink het toch lekker niet. Scheelt weer. Oké, maar je mag het toch niet hebben. Nee, doe ik toch lekker niet. Scheelt weer. Goedemiddag allemaal. Het is nu net 3:30 geweest. Ja. Yeah. Update voor 19 oktober. Over 2 dagen. Yep. Ja. Het is nou woensdag. Morgen donderdag. Overmorgen vrijdag. Ja. Ziekenhuis heeft gebeld. Ja, maandag. Maandag, ja hoor. Vrijdag. Jongen. Vrijdag. Nee. Ze willen meer en meer liefde zien van ons. Ik heb nog een heleboel hartjes liggen in die doos. Ja, maar hier al liefde. Ja, liefde. Niet in mijn oog. Gek. Ja, maar jij rijdt weg. Ja, een hele goede avond allemaal. Het is nu net bijna 8:30. Roderick is weer pakketjes aan het rijden. Eigenlijk weer net als lekker gewoonlijk. Doet hij ook alleen maar goed. Ik zet jullie even goed neer dan tenminste. Maar ik wil niet wat ik wil. Dan zeg ik, het wil gewoon niet wat ik wil. Zo, nu wel. Scheelt weer. Maar wat ik ga eten? Moet ik even kijken wat ik ga eten. Ja, dat is een hele goeie. Ik weet het even allemaal niet om mensen. Echt niet. Ik weet het echt even niet. Droom die knalt alles wel lekker naar achterover. Maar dat lukt mij dus niet. Nee. Ik bedenk, denk. Ik ben even nou niet zo goed in denken. Nee. Echt gewoon niet. Hé, meisje. Oh, kriebel. Vind jij kriebel zo leuk? Even kijken of hier al lactose in zit, ik denk het wel. Ja, nou, dat hoef ik al niet te hebben. Nu weet ik ook niet wat ik wil gaan eten, dus ook dat schiet, maar ik kan wel noteltjes maken, maar dan blijf ik nog eens eten. Iepidiepidiep, wat ga ik om eten, meisje? Weet jij dat? Weet jij, en wat mama gaat eten ook niet, hè? Nee, hè? Gek, hè? Allebei niet weten. Nee. Oh, ik ben echt heel slecht vandaag met eten. Ik kan ergens anders qua eten.
Ja, ik heb het in mijn vriezer, maar... Wat ik nog ga eten, ik weet het echt gewoon niet. De bestand staat echt van veel op nul. Ja, ik kan gehakt doen. Dat zeg ik, heb echt gewoon heel. 0,0, overal ergens zin in. Hoe gaan we dat oplossen, Lof? Weet jij dat, toevallig? Ik niet, namelijk. Hoe weet ik dit? Nee, kom. Hoe we dit gaan oplossen? Even een beetje... Kijk hoe ik weer een beetje in elkaar kan bouwen hier. Niet alles zo vol lijkt. Kijk, ik krijg nu ook beter uit. Dat zijn de kroketjes. Fijn. Lumpia's eten. Waarom gaat hij wat uithalen voor jullie? Dat is deze. Dan kan ik ook hier even kwijt hier. Handig. Nee, kleine. Nee. Zo heb ik... Ja, jullie horen me wel, maar... Ik weet niet wat ik ga eten. Die prins daar aan de overgestegen. Waar? Die prins daar aan de overgestegen. Oh, prins Bernard, jongen. Ja, is leuk. Is grappig. En welke prins ben dat dan? Amsterdam, Rotterdam, Den Helder, Voorburg, Rijswijk? Rijswijk zeker. Dat kunnen zijn, ja. Oh, Rotterdam. Ja, oké, is ook goed. Rotterdam? Rotterdam, jongen. Rotje knur. Rotterdam, dom. Ja, ik weet niet, jongen. Ik kan het vloggen zijn, mijn jongen. Goed, hè? Ja, is je goed, hè? Bij station Oost. Oké. Nee, ja, en geen Noord? Nee, nog niet. Nog niet, oké, jammer. Ja, komt eraan. En want dan kon ik even touwtjes trekken. Ja, dat ook. Is leuk. Touwtje trekken is grappig. Wil jij zometeen wat uit de vriezer halen? Zeker wel, heeft eraan. Espinazie. Twee pakjes. 2 kilo spinazie? Nee, 2 pakjes spinazie à la crème. Oké. Okay. Het is even donker, jongens, ik weet het. Ja, oké. Okay. Ik moest even kijken. Ja, spinazie à la crema. Waar rij jij? En Noord of niet, of wat? Ja? Rij jij al bijna bij Noord, of niet? Nee, nooit. Hier bij school zeker, of niet? Ja, net er voorbij, ja. Ga jij binnendoor, of niet? Nee, buitenom. Oh, buitenom. Dan ben je nu ongeveer bij de stoplichten. Nee, even kijken. Er zit al iemand te bellen. Nee, ik wel. Dag, ben jij niet vergeten om uit te loggen? Ik heb al uitgelogd. Oké. Okay. Ja, het kon wezen dat hij daarvoor belt. Dave mag hij niet meer. Hè? Dave mag hij niet meer bellen, want ik ben uitgelogd. Ha!
Ja, en naar goede tijden. Zeker weten. 100 euro ben ik wel antwoorden. Ja, bijna wel, hè? Ja, altijd. Nou, de eitjes die staan even lekker op. Ik heb er 8 in. Heerlijk. En dan zometeen nog spinazie aan lekker remmen. Ook erg lekker. Nou, mijn eten is klaar. Hij had te veel trek, dus hij had zoiets van, ik laat het niet eens zien. Dus hij heeft zijn noedels al op. En ik heb noedels en spinazie. Kijk, noedels met spinazie en ei. En hier heb ik spinazie met ei. En dat is nog voor Ro, en daar moet hij dus nog zijn eitje in doen. Yep. Oh, oké. Okay. Hoi! Hoi! Hoe was het werk? Druk. Druk, ja. Altijd. Ja, 10 pakketjes deze keer. Wel veel. Oké, en toen kwam je collega hier nog. Ja. Omdat je sleutels was vergeten, .nl. Nee, hij was die sleutel vergeten aan mij terug te vragen. Ja. Want een van die scanapparaten deed het niet. Dus hij had het gevlogd. Nou, je ziet niet wat er gebeurt. Dus ja. Ik denk van, nou, zet 2 pakketjes neer, leg er 2 scanners bij, 1 die het wilt, 1 die het niet doet. En ga dan vergelijken. Zo filmen. Steady. Stilstaand beeld. Mm-hmm. Vaste positie. Dan zie je, kijk, ik pak die scanner. Ik ga een pakketje scannen. Er gebeurt niks. Gaat er een lampje aan? Niks. Leg hem weg. Andere scanner. Pliep. Lampje aan. Scannen. Klaar. Simpel zat. En toen kwam je hier even om mijn sleutels op te halen. Ja. Want de kastjes kwamen uit het, de pakjes locker. En ik had de sleutels even van even dus de pakjes pakken. En de sleutels berg ik weer even op. En dan de pakjes weer terugbrengen. En dan het slot erop. Ja, en nog wat discussie over hoe het vloggen is. Dus die sleutels blijven in mijn achterzak zitten. En ik vond het al zo raar fietsen. Dus hij belt me toen ik hier was. Van, nou, de sleutels heb je nog. Sleutels. Oh, weer. Die heb ik nog, ja. Handig. En toen was je al in de buurt? Ja. Yep. En mensen, ik ga even eten. En kijk uit waar je loopt, ja? Dank u. Altijd. Mooi. En dan horen jullie zo meteen wat Ro vond met spinazie in zijn noedels. En op mij.nl. Ja, lief allemaal. Ik ga deze leuke, mooie vlog afsluiten. Ja, ik wel. Was leuk. Vond je deze vlog wel leuk? Doe het blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. Doe het belletje aan en laat een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot morgen. Doei.